Minister Raghubar Singh van Financiën en Planning en Andriana Lavelli, vertegenwoordiger van de IDB in Suriname, hebben gisteren twee leningen getekend voor een totaalbedrag van 170 miljoen Amerikaanse dollars. De eerste lening betreft een Policy-Based Loan, PBL, waarbij Suriname een bedrag van 150 miljoen Amerikaanse dollars als begrotingssteun zal ontvangen. De PBL is een lening waarbij het land hervormingen binnen een bepaald gebied moet uitvoeren. Ook heeft de ondertekening plaatsgevonden van een overeenkomst getiteld Program of Support for the Population Census and the National Statistical System of Suriname. Het bedrag dat hiermee gepaard gaat is 20 miljoen Amerikaanse dollars. In het kader van de Suriname Competitiveness and Sector Diversification Program, die wordt uitgevoerd door het ministerie van Esoiti, zijn er afgelopen maandag desktops en andere apparatuur aangeschaft voor versterking van de infrastructuur van het Electronic Single Window ESW systeem. De eerste overhandiging ging naar vertegenwoordigers van het ministerie van LVV, dat ook wordt aangemerkt als stakeholder om het ESW-systeem efficiënter te laten functioneren. De buurt Davis-Buiten, meer bekend als Texas, kampt reeds lange tijd met tal van problemen. De presidentiële werkgroepen Spa-Anumakandra, Wijken in Ontwikkeling, in samenwerking met de stuurgroep Ontwikkeling Davis-Buiten, zetten zich in voor integrale oplossingen in dit gebied. In dat kader heeft minister Riad Nur Mohammed van Openbare Werken op 11 december een bezoek gebracht aan de buurt, waar reeds een aanvang is gemaakt met ontwateringswerkzaamheden.